En welkom bij de zesde examenvlog, I guess. Ja, ik denk het wel. Het is vandaag maandag 19 juni en ik zit hier beneden, want ik ga studeren, of course. Ik had vandaag mijn mondeling examen sociale wetenschappen en het is denk ik wel goed gegaan. Ik had eigenlijk echt superveel stress, want ik had nog nooit een examen mondeling gehad. Dus ik had er echt stress voor. En ja, ik heb het dus wel goed gegaan, denk ik. De mevrouw, allee ja, de vragen die ik had heel veel geluk met de vragen. Ik wist echt alles. Ik kon op de bijvragen antwoorden. Alleen had ik wel zo, als die een bijvraag stelde, dan was het wel zo soms een, dat ik een antwoord zou formuleren. En dan praatte ik zo over mijn eigen woorden, zeg maar. En dan kwam ik zo even niet uit mijn woorden. Maar dan heb ik uiteindelijk wel altijd een deftige zin kunnen formuleren. Dus ik denk wel dat het goed was. Maar dat was iets harder dan ik dacht. Ik heb vandaag geschiedenis dat ik moet leren. En daar heb ik echt geen zin in. Maar echt geen zin. Maar gewoon echt geen zin. Omdat, ja, ik doe dat niet zo graag. En dat is kei veel van buiten leren. Maar ik ben gelukkig al thuis. Het is nu 10:30. En ik ga nu beginnen. Dus let's do this. Kijk, het is ook veel te mooi weer buiten. Wacht hoor. Het is een beetje overbelicht. Ik ga dat fixen. Ja. Het is echt super mooi weer buiten. Het is echt super warm buiten. En ik zou eigenlijk keigraag heel dag in ons mini zwembadje gaan liggen. Maar allee, dan dacht ik in mijn eigen, oké, ik ga buiten leren. Maar toen dacht ik, nee, dat is veel te warm. Dus ik blijf gewoon binnen. En ja, dat was mijn gezaag. Het is 3:30 en ik heb alles geleerd. Ik heb zo heel mijn geschiedenis, zeg maar, geleerd. Want in mijn vorige vlog, of twee vlogs geleden, heb je ook kunnen zien dat ik mijn eerste 4 lessen al vorige week vrijdag heb gedaan. En ik ben echt super content dat ik dat al gedaan heb. En ik heb nu de andere 4 lessen dus al volledig geleerd. En ik ga nu terug alles helemaal opnieuw herhalen. En dan mijn toetsen hermaken en nog eens door mijn boek bladeren. En dat moet ik normaal gedaan hebben. Dus dat ga ik nu doen. En het is nog altijd super warm buiten. En dan ga ik straks ook even zwemmen, denk ik. Maar eerst wil ik geschiedenis af hebben. Het is 7:30 en ik ben klaar met de geschiedenis. Ik heb mijn lessen helemaal overlopen. Echt van binnen, van buiten. Ik heb mijn boek bekeken. Ik heb mijn toetsen gemaakt en zo. Dus ik ben klaar ermee. Eindelijk, ik ben het echt beu. En ik ga nu gewoon naar beneden. De vlog voor woensdag bewerken. Want ik heb morgenavond daar geen tijd voor. Want ik heb morgenavond training. Dus dat ga ik nu doen. En dan zie ik jullie in het volgende stukje. Dus morgen weer. Hoi, het is nu dinsdag de 20e, I guess. Ja, ik van wel. En het is 11:30. En ik ga weer leren. Maar eerst een beetje vertellen over mijn examen. Ik had vandaag geschiedenis. En het is wel goed gegaan. Maar ook niet zo geweldig, fantastisch. Dus het was niet super makkelijk. Het was ook niet super moeilijk. Het was een beetje tussenin. Dus ik denk dat mijn punten ook zo wat tussenin gaan zijn. Maar goed, van geschiedenis zijn we nu vanaf. Vandaag is het wiskunde dat ik moet doen. Wiskunde is voor mij ook niet zo heel erg moeilijk. Dat vind ik raar, want vroeger was wiskunde echt een probleem vaak bij mij. Maar nu gaat wiskunde echt wel goed. Dus ik ga daar nu gewoon aan beginnen, want ik heb deze avond ook dansles en ik wil heel graag daar naartoe gaan. Maar dan moet ik wel alles gedaan hebben. Dus ik ga dat nu doen en ik zie jullie straks. Het is nu woensdag, de 21ste. En omdat ik de vorige 2 dagen echt super weinig heb gevlogd, heb ik ook besloten om vandaag er nog bij te nemen in de vlog. Want ja, anders is het echt een veel te korte vlog. Maar ik heb vandaag examen wiskunde en het is wel goed gegaan, denk ik.
Het was zo soms wel een beetje een rare vraagstelling, maar ja, allee, weet je, ça va wel. Vandaag moet ik Nederlands leren. Dat valt op zich ook wel mee. Maar ik ga daar nu gewoon snel aan beginnen. Want het is hier ook kei heet in mijn kamer. En blog, ik ga gewoon aan beginnen. Mijn mama heeft trouwens zo'n fles. Dit is zo een, zo'n sprayfles. Daar komt zo water uit. En dan kun je zo af en toe op je gezicht sprayen als je het echt veel te warm hebt om te leren. Dus dit is echt nu op deze moment mijn beste vriend. Het is 5 voor 6 en mijn haar is echt... Nee, 5 voor 7 en mijn haar trekt eigenlijk echt om niks. Maar ik ga nu mijn Nederlands gezegd nog eens herhalen, nog eens alles overlopen. En de 3 testjes of de 2 testjes die we gemaakt hebben nog eens opnieuw maken. En dan ben ik klaar ermee voor vandaag, voor mijn voorlaatste examen. Dus ja, dat ga ik nu doen. En trouwens, ik wil jullie ook echt nog super hard bedanken voor alle positieve reacties die ik zo krijg op mijn examenvlogs. Allee, bedanken zo. Ik vind dat super tof dat jullie dat allemaal zo goed in de smaak valt en dat jullie daar echt door motivatie en zo krijgen. Dus daar ben ik echt super tevreden mee. Dus dan is ook een beetje mijn doel bereikt. Want dat was ook een beetje de bedoeling dat het examens een beetje zou verzachten, zeg maar. Dus ik vind het echt super lief. En ja, als het zo zit, ik heb ook al de vraag gekregen of ik het volgend jaar opnieuw zou doen. Dus als het zo zit, dan ga ik dat echt doen. Maar dat is pas voor binnen een jaar. Eerst denk ik aan de vakantie. Ik heb echt altijd pech, hè. Nu begint hier zo'n vliegtuig te vliegen. Als het wilt focussen, zou wel fijn zijn. Het is trouwens een dubbeldek vliegtuig. Hallo, vliegtuig. Ja, nee, het lukt niet. Nee, oké. Oké, mij allemaal goed. Je ziet het een beetje. Nu ben ik weer afgeleid. Ja, ga maar weg. Dag. Het is echt zo warm dat zelfs mijn talpen tussen mijn handen schuift. Het is niet echt het meest charmante beeld om deze vlog mee af te sluiten, maar jullie moeten het er maar mee doen. Ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken naar deze 6e examenvlog. Ik was weer zo stom om het te vergeten af te sluiten. Maar goed, ik wil jullie dus heel erg bedanken. Vond je deze video nu leuk? Vergeet deze video zeker niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet ook zeker niet te abonneren om maandag of ja, binnenkort mijn laatste examenvlog te zien. En tot snel. Doei!